Maar het is 4 oktober, de laatste dag van het Leidse Ontzet. We staan hier op de kermis, waar het super druk is en prachtig weer. En wij gaan vragen wat de mensen eigenlijk van de kermis vinden. Vinden jullie het spannend? Ja. Ik ben er net al in geweest. Hoe was dat? Echt leuk. Wat heb jij gewonnen? Een knuffeltje. En hoe heb je die gewonnen? Met melkflessen gooien. Had je ze allemaal raak? Nee, ik had er 1 moet ik nog omgooien. En jij? Ik had er 1 gewonnen met melkfles gooien en met darten. En zitten uw kinderen nu in de bank? Die zitten nu in de Miami. Ja, die hebben het onwijs naar hun zin. Die vinden het superleuk. En net naar de Garenmarkt geweest voor het straattheater met leuke acrobatische acts. Superleuk. Heb je als 3 oktober vereniging wel tijd om naar de kermis te gaan? Ja, blijkbaar. Ja, ik zit in de PR-commissie, dus wij hebben het werk vooral van tevoren. En nu even tijd om zelf een rondje te lopen, ja. Mogen er ook overal gratis in? Nee, helaas. Ik zal in de draaimolen, heet dat volgens mij. Spannend? Nee. Ik ben er wel eens vaker in geweest. Is dat ook jouw lievelingsattractie? Ja. Hij is heerlijk ontspannend, hij gaat lekker rustig. Er was een ongeluk gebeurd voor mij bij de Lammenschans. En dat wel heb ik gezien, ja. En nu hangen er Oostenrijkse gondeltjes in. Hoe vindt u dat? Nou, helemaal super, als ze maar veilig zijn. Ja. Gaat u erin? Nee, ik zelf niet. Nee, maar mijn kinderen en het gezin wel. Ja. Ja. U heeft hoogtevrees? Jazeker. Ja. Ja. Vind jij het spannend? Nee. Wel leuk? Ja. 3 oktober, hè? Altijd goed. En wat doet u dan het liefst op de kermis? Rondkijken, want mij krijg je nergens in. Dus dan word ik hartstikke misselijk.